in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijs Jongens 2023. Als baby maakte hij al zijn eerste karate-trappen. Luc Rutte. Zijn speer raakt het punt op de horizon. Tristan Stroper. Hij verplaatst de steden strategisch. Alex Poliakov. Luc is 15 en dan al goud NK en goud open NK. Karate is voor Luc een sport en een levensstijl. Het vraagt om discipline en het tonen van respect voor de ander. Luc geniet van zijn roem, maar toont zich bescheiden. Hij traint intensief bij meester Joost Franke en Samantha van Lokven. Zij is geen onbekende bij het sportgala. Op naar medailles in het buitenland! Tristan, 17 jaar, werpt een speer. Ruim 72 meter. De tweede beste afstand ooit in ons land voor U18. Nummer 8 in Europa en 11 wereldwijd. Een kwestie van techniek, kracht, snelheid en trainen. Tristan streeft naar een snellere wissel van linker en rechterbeen na de impulspas. En een gestrekt linkerblokbeen. Op naar EK, WK en Olympische Spelen. Alex tref je niet op de sportschool, maar je hoort zijn hersens kraken als hij achter het dambord zit. Focus, vooruitdenken, de tegenstander te slim af zijn. Bij damvereniging Brainsport kreeg hij de smaak te pakken en bij Dam in Tilburg ging hij hoog niveau spelen. Als 13-jarige wordt hij tweede op het Europees kampioenschap jeugddammen. Een grootmeester in de dop!